De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft vandaag haar vernieuwd bosmonitoringssysteem, de Sustainable Forestry Information System Suriname, SFISS, gelanceerd. Voor directeur Jerry Akum was het een mooi moment en de bekroning op vele jaren werk van de stichting. In samenspraak met de gemeenschappen, de sector en het bedrijfsleven is dit systeem tot stand gekomen. En als we praten, zijn we nog steeds bezig om in het veld te gaan voor al de gemeenschappen, om informatie te delen over het nieuwe systeem, niet alleen, maar ook om personen te trainen, dat zij een belangrijke rol gaan vervullen, om dit waar we nu voor staan, SFISS, tot een succes te maken. Het stelt mij heel goed om zoveel mensen hier te zien. Ik zie oude vrienden, ik zie personen met wie wij regelmatig overleg voeren uit de sector, maar ook vertegenwoordigers uit de gemeenschappen. Mark my words, history is being made. Het is het begin en we zullen fouten maken, absoluut. Maar fouten zijn er om gecorrigeerd te worden. En daarom is het proces van samenwerken erg belangrijk, want we rekenen op uw feedback. En we zullen daar waar nodig correcties aanbrengen. Omdat wij in love zijn met dit land, wij het beste voor hebben met dit land. En het is niet alleen een activiteit van de SBB, het is een activiteit van ons allemaal. Sarah Krabbe, onderdirecteur onderzoek en ontwikkeling van de SBB, die een presentatie gaf over duurzaam bosbeheer en technologie, zei dat van de 15,2 miljoen hectare bos er momenteel 4,5 miljoen hectare als productiebos wordt gebruikt. In de rest van het land worden er dus geen houtkapactiviteiten ontplooid. Krabbe legt verder uit dat de ontbossing op dit moment 0,06% per jaar bedraagt. De inleidster haalde verder aan dat wanneer we praten over duurzaam bosbeheer, er eigenlijk gezocht wordt naar een evenwicht tussen de verschillende functies van het bos. De key player bij het SFISS, het monitorings- en informatiesysteem, is volgens Krabbe de boswachter. Het doel van het systeem is om met name de dienstverlening naar de sector te verbeteren, duurzame houtkap te stimuleren en de illegale houtkap te verminderen, zegt Krabbe. Dit project dat we met SFISS hebben gestart met het project wat meneer Chacon reeds heeft aangehaald. Het project heet Mechanisms and Network for Technology Transfer Related to Climate Change in Latin America in de Caribbean. Heel langer aan. Er zijn een aantal landen die deelnemen. Wij zijn, ik denk dat het 2016 was, hadden we gehoord over de mogelijkheid om deel te nemen. Toen hebben we direct een voorstel gedaan. We hebben dit via het ministerie natuurlijk gedaan. Ook via het ministerie van Financiën, want het is een grant vanuit de IDB, dus alles gaat via Financiën. Het was een heel lang proces, in 2016 zijn we gestart. En in 2017, eind 2017, zijn we uiteindelijk echt gestart. Dus 2016 waren we al bezig met de funding eigenlijk te mobiliseren, maar pas 2017, eind 2017 konden we starten. En ondertussen hebben we toch, en ik denk dat er heel veel mensen zien dat het een nuttig project is. Dus we hebben support ook gekregen van het RedPlus-programma, van WWF, FAO ook, voor de verschillende facetten, want er komt veel bij kijken. Dus we hebben echt veel support nodig om dit tot een goed einde te kunnen brengen. Sarah Krabbe, onderdirecteur onderzoek en ontwikkeling van de SBB. Zij hield vandaag een presentatie over duurzaam bosbeheer en technologie. Deze presentatie was onderdeel van de lancering van het nieuwe Sustainable Forestry Information System Suriname, SFISS. De launch heeft plaatsgehad in de University Guesthouse.